Welkom terug allemaal. Even onze excuses, want ik heb begrepen dat af en toe de stream is weggevallen. Maar ik ga ervan uit dat we nu weer volledig in de lucht zijn. Voor ons laatste onderwerp. Er is de laatste jaren veel gediscussieerd over de Cocon, het centrum in Hilversum waar daklozen worden opgevangen. Er was een convenant afgesloten met de buurt waarin was afgesproken dat er twee functies elders ondergebracht zouden worden. Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben wij een nieuwe wethouder die zich met dit dossier bezighoudt. En dat is de heer Erik van der Wand. Hartelijk welkom. Meneer van der Wand, was u toen u aantrok blij met dit hoofdpijndossier? Ik zou bijna zeggen ja. Ja? Ja, want het is wel fijn om dingen op te kunnen lossen. Als je tenminste bent zoals ik ben. Ik vind het het is een hoofdpijndossier en ik heb het al lange tijd gewoon als burger van Hilversum ook gevolgd. Ja. En ik dacht toen ik daaraan begon, het is een lastige klus, maar we moeten dat wel klaren. Dus in die zin, nou fijn, het is niet wat je fijn noemt, maar het is wel de moeite waard om daaraan te mogen werken. U heeft verklaard dat het convenant niet uit te voeren is. Terwijl juist uw partij altijd gezegd heeft, afspraak is afspraak. Nu wordt uw kiezersbedrog verweten. Dat is nogal wat. Dat is nogal wat, ja. Ja. Ik denk dat het primair te maken heeft met vertrouwen in de overheid. Ja. En hoe we met elkaar zaken geregeld willen hebben. En wat ik gemerkt heb nadat ik me toch goed georiënteerd heb op het hele dossier, is dat het vertrouwen ver weg is. En dat het eigenlijk steeds meer gegaan is op, niet om zozeer wat wil het convenant nou regelen, maar hoe het convenant moet uitgevoerd worden. Ja. Dus het convenant wordt als het ware het doel op zich. Ja. En daar heb ik eigenlijk ook wel heel veel begrip voor, omdat het zoveel jaren ook gespeeld heeft. Ja. En wat de buurt het ook over zich heen gekregen heeft. Het is niet voor niks gemaakt op dat convenant. Nee, het is absoluut niet voor niks gemaakt. Maar ja, ik zeg misschien toch een paar dooddoeners. Het convenant is natuurlijk primair gemaakt om de overlast die verwacht zou worden bij het vestigen van de Cocon op die plek, om in ieder geval maatregelen te nemen om die overlast te beperken. En als we die overlast willen beperken, en daar hebben voorgangers van mij hard aan gewerkt, dan moet je die functies die u net noemde, ik wil ze toch even noemen. Ja, dat is dus het passantenverblijf. Ja. De mensen die een nacht ergens willen overnachten. Nou, om dat verblijf elders te plaatsen en ook het sociaal, het dienstencentrum. Dus mensen die informatie en uitkeringen daar kunnen krijgen. Nou, daar is door mijn voorgangers uitvoerig naar gekeken om te kijken van kunnen wij dat op een andere plek doen. 80 locaties zijn onderzocht. Ja. En daar is natuurlijk ook vorig jaar in februari een grote discussie over geweest. Ja, ook in de verkiezingstijd. Ook in de verkiezingstijd. De ene partij zei van we moeten afstellen dat convenant. Uw partij zei nee, afspraken dat waar, we moeten dat uitvoeren. Ja, we zijn nu nog geen jaar verder. En toch gaat het anders. Ja, toch gaat het anders, ja. Nou, ik zal u zeggen waarom het anders gaat. Misschien vind ik het zelf wel jammer dat op dat moment niet unaniem in de raad is gezegd van we moeten dat convenant eigenlijk, is dat wel haalbaar. Ik begrijp overigens wel dat mijn partij op dat moment gezegd heeft we willen die afspraak nakomen, vooral om die overlast te beperken. Ik ben wel met een extra ding geconfronteerd wat toen op dat moment nog niet bekend was. Ik wil het kort uitleggen. Ja. We hebben als Hilversum een regionale taak om op het gebied van maatschappelijke opvang de zaken goed te regelen. Daar krijgen we in totaal ongeveer 3 miljoen euro voor. Dan praat ik over onder andere de Cocon, maar ook de verslaafde opvang van de Jellinek-kliniek en dat soort zaken meer. En daar moet een miljoen op bezuinigd worden. Ja. Dat hebben wij niet als gemeente bepaald, maar dat is vanuit de doeluitkering van het Rijk gaat er 1/3 af. Dus op het moment dat je de vraag krijgt van wil je nog steeds het convenant doen, dan heb ik gezegd ja, eigenlijk wil ik dat wel. Maar hoe is dat dan haalbaar vanuit een nieuw gegeven dat er 1/3 afgaat? Is dat, maar u zegt dus eigenlijk van er is minder geld beschikbaar, dat is ook een reden om het niet te kunnen uitvoeren? Dat is mede een reden, een niet onbelangrijke reden om het niet te kunnen uitvoeren. Want, en dan kom ik met een stukje analyse wat door mijn voorganger wel eens geroepen is, maar niet verder uitgewerkt. Het grootste probleem wat we hebben met de opvang is dat mensen die door de stad lopen en die misschien ook niet altijd gebruik maken van de opvang, maar ook op andere plekken, dat zijn de zware alcoholisten, die veroorzaken overlast. En juist die problematiek, en dan praat ik over ergens tussen 10 en 20 mensen, die moet worden opgepakt.
En ook als we de uitplaatsing zouden doen van het, zeg maar, het passantenverblijf, wil nog niet zeggen dat we dan dat soort problemen, het zij of in de Bloemenmuurt of op andere plekken in de stad, zouden hebben opgelost. Dus als je met beperkte middelen toch het beste ervan wil maken, laat ik het zo zeggen. En in die zin sprak mij de meneer die net hiervoor sprak over de mensen die het aangaat. Ik wil dat punt toch eigenlijk ook wel eens naar voren brengen. Natuurlijk heeft de buurt er groot belang bij dat de overlast zoveel mogelijk wordt teruggebracht. Overigens zeg ik erbij dat die overlast eigenlijk al heel beperkt is. Ik geloof niet dat de buurt het daar helemaal Nee, heeft, ik zo. Begrijp dat. Ik begrijp dat. Ik begrijp wel dat als je vindt dat daar dat afspraak is afspraak en dat je daar helemaal op gefocust bent, dat je dat als zodanig scherp voor ogen houdt en dat je daar ook boos over wordt. Maar ik vind wel degelijk dat we veel doen aan die overlast. Sterker nog, ik vind dat we er nog veel meer aan moeten doen. Ja. En dat is met name die groep van de zwaar alcoholisten. Ja. Nou, als we dat willen doen, dan moeten we toch ook nieuwe voorzieningen daarvoor gaan maken. Dat wil ik er graag van u weten. Want we kunnen blijven terugkijken. De convenant is gesloten. U zegt het is niet haalbaar. In de gemeenteraad zeggen meerdere mensen het is niet haalbaar. Dus we doen het niet. Maar wat is nou het alternatief? Wat gaan we dan doen eraan? Nou ja, het alternatief is, en dat vind ik ook wel een argument om te zeggen, dat we er heel serieus mee bezig zijn. Het is niet zo dat ik zeg, we doen het convenant niet en zoek het maar uit. Nee. Nee, we gaan in feite andere dingen doen die minstens zo belangrijk zijn. En we gaan in feite een project nu starten. En ik hoop dat we voor de zomer de raad daarover kunnen informeren. Hoe wij voor deze lastige doelgroep opvang kunnen gaan regelen. Maar dat gaat ook geld kosten, toch? Dat gaat ook geld kosten. En net zei u van, ik had te weinig geld om het volgende ja, uit te voeren. Ja, dat is waar, maar we hebben inmiddels wel geld geregeld uit de regeling om dat project te gaan starten. En wat gaat dat project inhouden precies? Dat project gaat inhouden dat wij gaan kijken, een paar varianten zullen we onderzoeken. Dat is Housing First. Dat moet u even uitleggen. Dat ga ik uitleggen. Ja. Het aardige is, ik wil daar toch mee beginnen, dat wij op dit moment, en dan praat ik, als ik over wij heb, dan heb ik het ook over de mensen van de Cocon die daar werken. Ja. Het is heel belangrijk dat je mensen die over straat gaan en misschien overlast veroorzaken, maar dat je ze blijft aanspreken als verantwoordelijke burgers. En het bewustzijn dat elke, daklozen op zich een huis, een dak boven zijn hoofd wil hebben. En dat je daarmee moet beginnen om. Wat is de praktijk? De praktijk is dat daklozen of schuldsanering zitten, eerst een baan moeten hebben en dan pas geld kunnen hebben om een huis te huren. We willen het eigenlijk omdraaien. Ja. Voor die cliënten die het aankunnen en die onder goede begeleiding dat kunnen, kun je zeggen, hoe eerder je een huis boven je, een dak boven je hoofd hebt, hoe trotser je wordt, hoe meer verantwoordelijkheid je gaat nemen voor je eigen bestaan en hoe sneller je weer uit de problemen komt. Nou, dat is iets wat we hier in de regio nog niet doen. Nog los even van dat je ook, dat is de ene variant, dat is mensen weer gewoon een huis geven en daar voorziening voor treffen. En andere is dat de mensen die toch heel moeilijk van hun alcoholverslaving af te krijgen, dat je die gaat opvangen op een aparte plek, maar dat je daar dan ook een soort regulering van hun drankgebruik gaat toepassen. Hoe snel is zoiets nou te realiseren? Want dit loopt natuurlijk al een tijdje. Nou, zo'n hostel, dus voor het laatste wat ik net zei, ik denk dat we daar zeker een paar jaar voor moeten nemen. Een paar jaar? Ja, zeker een paar jaar. Nee, ik hoop dat het niet nodig is. Ja, ik hoop dat het niet nodig is, maar ik wil niet hier weer gaan roepen van, nou, dat lussen we even zo op en is het gedaan. En overigens, maar daar komt het punt, het belang van de buurt, om toch nog even daarop in te gaan. Wij doen echt ons stinkende best om geen overlast te laten veroorzaken door dit soort mensen. En wat ook een nieuwe situatie is, wat ook in februari van het vorig jaar nog niet zo was, is dat er een speciaal team is, het ACT-team. En dat staat in feite voor actief ingrijpen bij mensen met psychose in combinatie met dranks- en drukgebruik. En die worden direct geholpen, aangesproken en ook begeleid naar, noem het maar de zorgmeiders die we kennen.
Mensen worden toch weer betrokken. En nou, dat helpt op dit moment. Het is zelfs zo dat er ook mensen waren, of in ieder geval één persoon, ik ga nog niet over individuele gevallen verder, maar dat iemand uit de bloemenbuurt notabene, die veel gebruik maakte van de cocon, maar toch schrik aanjoeg bij sommige mensen, dat die inmiddels ook door dit team op het goede spoor is gebracht. Okay. Dus we doen van alles om te voorkomen dat de mensen daar last van hebben. U bent een nieuwe koers aan het varen. Is men het daarover eens in de gemeenteraad ook? Nou, mijn gevoel is, we hebben woensdag raad. Het is inmiddels ook besproken tijdens de discussie. En ik denk dat we een ruime meerderheid gaan krijgen voor dit plan. Oké. Dus het gaat nog wel even duren, maar u gaat een nieuwe koers varen en u hoopt op een andere manier het probleem op te lossen. Ja, maar de koers is dat we ook gaandeweg alles aan doen om het goed te hebben. Hè. Dus het is niet zo dat ik zeg van nou, wacht maar af en het komt wel. Op dit moment zijn we ook, de instelling is zelf ook bezig. We krijgen een een regiobinding ook wat betreft de mensen die alleen mensen uit de regio worden opgevangen. Er is goed overleg met de cocon. Sterker nog, sinds we eigenlijk deze koers aan het varen zijn, worden ook de hulpverlenende instellingen veel meer betrokken bij de opvang, krijgen meer verantwoordelijkheid ook om in te grijpen. Goed. Nou, we gaan nu de komende tijd kritisch blijven volgen natuurlijk. En we hopen dat er een oplossing komt in deze toch al langlopende kwestie. Zijn er nog vragen op dit moment uit de zaal? U mag een vraag stellen. Dat is niet de bedoeling hoor. Nee, in goede zin. Oh, in goede zin. U raakt me recht op mijn hart, want dit gaat me zeer ter harte. En sinds wanneer bent u een verantwoordelijke persoon over dit soort zaken? Sinds april vorig jaar. Nou, dat is bijna een jaar toch? Ja. Oké. Nou, ik ben zelf een dakloze. En ik neem de dingen zeer ter harte. En ik zie dus uit eigen, ik onderzoek ze voor mezelf dingen. En ik ben ook niet één van de maatregelen, want ik ben af en toe lastig. Ik stel vragen. Ik zie heel veel dingen die kloppen. Okay. Maar ik hoor u ook heel veel dingen zeggen. En ik ben met heel veel dingen niet eens. Ik kan het achterin de zaal even een beetje stil zijn, want we kunnen deze meneer niet goed verstaan. En wij hebben het dus over serieuze problemen, toch? Maar als ik één ding recht mag zeggen, er wordt dus gezegd dat degene die in de cocon wonen, dus de daklozen, de passanten, die ruimen ook drie keer in de week de rommel op voor een tientje. Voor 2,5, 3 uur werken. En die maak je geen troep. Want er komen heel veel voorbij gekomen. Als je in drie keer. Het is maar. En je gooit heel veel troep weg. De gewone mensen. En dan krijgen wij dus de schuld van. Ja. Nou, ik wil het toch eens een keertje recht zetten. Nou, ik ga wel in een belangrijk deel voor, met u mee. Ik denk dat er heel veel problemen zijn. Ook niet overigens alleen in de bloemenbuurt. Maar waar het gaat om. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe zorgen we dat er geen rotzooi... Een van de punten, ik wil u even aanvullen. Op de hoek van de Neuweg en de Koningsstraat, daar zijn vuilbakken. Er wordt geklaagd door de bewoners dat daar zoveel rommel wordt neergezet. Ik ben met het GRD meerdere keren in gesprek geweest. Daar wordt door vele burgers, wordt daar gewoon van alles gedumpt. Er zijn inbraken in de buurt, waarbij het gewoon de mensen zelf zijn die onvoldoende hun ramen. Het zijn geen mensen uit de cocon die daar komen inbreken. Het zijn hele andere mensen. Waarom houdt u nou inbraken erbij? Nee, ik geef u. Ik ondersteun de beeldvorming. Dat wil ik heel duidelijk zeggen. U gaat iets neerleggen. We hebben het over daklozen. Ja. En u gaat het over inbraken hebben. Nee, ik heb het over overlast. Ik heb het over overlast. Maar het is wel nieuw. Moet er wel bij sinds er nieuwe containers zijn gekomen. Ja. Want er waren auto's die s'nachts stopten in de vuilnis. Ja. Ja. Goed, ik zie hier een vraag aan die kant. Ja, maar het is zo. Kan je even waarom gaat u over inbraken hebben? Nee, ik wil u ondersteunen dat overlast, het zij door rommel op straat of het zij door inbraken, dat niet maar altijd... Maar inbraken bij? Nee. Ja, maar ik spijt me, ik geloof, ik probeer u te... Oké, ik ga even een andere vraag. Ik wil Willem een beetje ondersteunen, want ik weet dat tegenover de cocon een speelplaatsje zit. En het was zelfs zo erg dat als er iemand van de cocon daar op een bankje gaat zitten, dan werd er gebeld van, ja, er zit iemand van de cocon, alsof ze besmettelijk waren. En ik denk dat dat de erfenis is waar u nu mee te maken hebt. Ik denk dat het heel terecht is dat u gaat kijken naar een opvang voor mensen die ernstig...
met alcoholproblemen te maken hebben. Maar het is ook ernstig dat een goed geoutilleerde buurt die zeer verbaal in staat is om zelfs een documentaire op de varen te zetten, om die ook eens hier aan te spreken. Dus ik sluit eigenlijk een beetje aan bij... Ik wil daar dit op zeggen. Ik denk dat in de overleggen die ik met alle bewoners heb gehad... Nogmaals, ik begrijp heel goed dat als het puur over het convenant gaat... dat een strijd is geworden waarvan je op een gegeven moment zegt... kunnen we die nog met elkaar winnen? Ik denk dat de lijn die ik nu uitzet... Ik hoop dat het ook voor de buurt een goede zal zijn. En ik weet ook, want niet van meerdere buurtbewoners... Ik heb meerdere adhesiebetuigingen gehad... ook over de zaken die daar juist wel goed gaan. He, maar het feit dat er zeg maar, een zekere weerstand is... daar heb ik alle begrip voor. Want ik denk dat we daar al die jaren... het ook niet op de allermakkelijkste manier gedaan hebben. Maar ga werken aan die weerstand. Want die weerstand is gebaseerd op vooronderstellingen... die dus niet kloppen. Prima. Ik dank u wel voor uw bijdrage. Ik dank meneer Van der Hand voor de uitleg over de balkon. En ik wens u heel veel succes in de toekomst. Dankjewel. Ja? Okay. We zijn aan het einde gekomen van onze uitzending. Ik dank iedereen voor de aanwezigheid, de betrokkenheid, de discussie. En we hopen u allemaal bij een volgende uitzending weer opnieuw te zien. Bedankt en tot ziens. Nee mevrouw, het gaat niet lukken. Dank u wel. U heeft groot gelijk mevrouw. Prima.